alle scholieren die niet naar school gaan, omdat naar school gaan in een crisis als deze natuurlijk absurd is. En dank jullie wel dat jullie mij gevraagd hebben om hier vandaag te spreken. En dankjewel Florian voor het bijstellen van de microfoon. En voor velen komt het misschien als een verrassing dat wij ons nu midden in een pandemie bevinden. Maar net als voor de klimaatcrisis waarschuwen wetenschappers al jarenlang voor de gevaren van virusuitbraken. Het verwoesten van wilde natuur, het verwoesten van tropische bossen, het winnen van fossiele brandstoffen, het aanleggen van gigantische soja- en palmolieplantages, mens en dier die gedwongen steeds dichter op elkaar leven, zeer grootschalige bio-industrie. Onze economie is het perfecte recept voor een pandemie als deze. Maar waar waren wij de afgelopen maanden? Terwijl het overduidelijk is dat de corona en de klimaatcrisis niet los te zien zijn van elkaar, lijkt het wel alsof wij de afgelopen maanden hebben liggen slapen. Ondertussen winnen complottheorieën in combinatie met extreemrechts gedachtegoed aan terrein. Hoe is het mogelijk dat midden in een klimaat- en ecologische crisis Schiphol miljarden aan overheidssteun kan ontvangen? Hoe kan het dat het kabinet Rutte 3 nog steeds op haar plaats zit? Dit is een kabinet dat elke klimaatambitie naast zich neerlegt. Een kabinet dat schaamteloos met Shell om tafel zit. Een kabinet dat medeplichtig is aan klimaatrampen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de jarenlange bezuinigingen op de zorg, op wonen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en alle andere sociale voorzieningen, waardoor velen van ons onder steeds onzekere omstandigheden moeten leven. Een virus bestrijd je niet door te zeggen dat je er niet meer aan meedoet. Ook niet als je een miljoen volgers op Instagram hebt. De klimaatcrisis lossen we niet op door stil aan de kant te blijven staan. De overheid is schuldig en dat zouden we keihard moeten zeggen. Het is aan ons om samen een vuist te maken en te strijden voor verandering en solidariteit. Solidariteit met de leraren die de volgende generaties moeten voorbereiden op een andere wereld. Solidariteit met de verpleegkundigen die dag en nacht klaarstaan. Solidariteit met deze mensen die een onmisbare rol in onze samenleving vervullen. En werk doen wat ook nog eens bijna CO2-neutraal is. Het enige antwoord op haat, verdeling en angst is altijd solidariteit geweest. En dat is ook het enige antwoord op de klimaatcrisis. Gezamenlijk verdelen wat er is, in plaats van het roekeloos oppompen van reserves. Handelen vanuit de belangen van ons allemaal, in plaats van de belangen van een handjevol superrijken. Het gezamenlijk opeisen van een gedeelde en rechtvaardige toekomst. En om eerlijk te zijn, hebben we geen tijd meer te verliezen. Dus ik ben heel blij dat we de afgelopen week met Extinction Rebellion de Zuidas hebben geblokkeerd. En ik ben heel blij om hier vandaag te staan. En we staan hier niet vandaag alleen in Utrecht, maar wereldwijd komen jongeren vandaag weer de straat op. Laten we niet opgeven en onze strijd.